Juist. Terwijl hier aan tafel van alles weer COVID-proof wordt schoongemaakt. Opnieuw schuiven er nieuwe mensen aan, nieuwe glazen water. En gaan wij door naar het tweede blokje. En dat tweede blokje gaan we iets specifieker inzoomen. Ook gewoon op de COVID-crisis, de coronacrisis. En hoe het MKB daar doorheen komt op dit moment. En wat hun wensen zijn en wat de topsector en wat de overheid daarbij zou kunnen helpen. Ik begin weer even bij jou, Mark. Je noemde net al even in brede zin wat jouw beeld is hoe het gaat met de sector. En nu is MKB natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van de sector. Ja. Heb je daar nog een specifiek beeld bij, hoe die worstelen? Nou, ik denk sowieso dat het voor MKB-bedrijven lastiger is, omdat je over het algemeen natuurlijk met een wat kleinere bezetting bent. Niet voor alle functies heel veel mensen hebt. Dus dat je sneller in een situatie komt dat als 1 of 2 mensen in quarantaine moeten, dat gelijk een functie van je bedrijf in de problemen komt. De horizon van MKB-bedrijven is in zijn algemeenheid wel ook iets korter. Ook de financieringsmogelijkheden zijn niet altijd even makkelijk. Je ziet ook vaak dat banken daar dan wat kritischer in worden. Dus het is nog een extra uitdaging ten opzichte van de grotere bedrijven. En ik denk zeker ook het aspect van financiering in deze tijden. En zorgen dat je de continuïteit van je onderneming overeind kunt houden. Best een ingewikkeld vraagstuk is. Ja. Steun vanuit de overheid tot nu toe. Is dat goed geweest? Heeft dat geholpen? Nou, Michiel Sveers refereerde aan. Ik denk dat we wat dat betreft echt de complimenten moeten geven aan de Rijksoverheid over de snelheid waarmee zij de instrumenten hebben neergezet en nog steeds aan het neerzetten zijn. Maar ook zo snel met de effectuering. Dat is wel heel knap geweest hoe dat gespeeld heeft. En dat heeft wel heel veel bedrijven net overeind kunnen houden. Ja. Wat dat betreft ben ik alleen maar heb ik complimenten voor de overheid. Nou, dat vindt de heer Sveers ongetwijfeld prettig om te horen. Wij hebben ook een tweetal MKB-ondernemers vanuit de sector hier aan tafel die zijn aangeschoven. Ronnie van het Oever, directeur van Micronit en oprichter van het VierAlert-initiatief. Over beide gaan we zo even praten. En daarnaast Mannes Westhuis, directeur van BKB Precision. BKB Precision is actief in kunststofbewerking en techniek. Als ik het even helemaal plat sla. Ik moest toen in één keer denken aan al die prachtige plexischermpjes. Die zijn jullie nu aan het maken, klopt dat? Nee, die zijn wij niet aan het maken. Nee, wij hebben high-tech afnemers en wij zijn eigenlijk volop in de run gebleven om die vooral te bedienen. Ja. Waar bij ons met name het gaat om complexe, hele accurate bewerkingen van allerlei kunststofonderdeeltjes in high-tech machines. Ja, kan je daar een voorbeeld van geven? Wat? Nou ja, wij zitten bijvoorbeeld in zo'n EUV-machine van ASML. Wij maken de binnenringen voor een MRI-scan van Philips bijvoorbeeld. Ja. Dat loopt door. Je ziet medisch wel, nou dat werd net ook al aangehaald door Mark. Medisch op zich doet het minder. Maar de semicon, computergerelateerd, ja dat is booming en houdt ons op dit moment behoorlijk goed op de been. Dus als ik het goed beluister, heb je binnen het bedrijf, nou is één tak die minder loopt, een andere tak die profiteert ervan. Ja. En hoe hebben jullie kunnen schakelen? We hebben op zich wel een behoorlijk flexibel systeem qua productie. We hebben verschillende machines. We hebben een hoge graad van automatisering. We hebben natuurlijk wel veel moeten investeren om te voorkomen dat bij inderdaad besmettingen heel deel van het bedrijf zou uitvallen. Dus daar hebben we best op geanticipeerd. Dat lukt gelukkig ook, want machines zijn groot. Dus mensen staan ook wel een beetje behoorlijk uit elkaar. Maar we hebben die switch wel daardoor kunnen maken. Ja. Ja. Er zit altijd wel een ramp-up capaciteit überhaupt in je productie. Ja. En ook tevreden met de steun die geboden is vanuit de overheid, voor zover jullie het nodig hebben gehad, er is geanticipeerd? Gelukkig hebben wij het nog niet nodig gehad. Ik denk dat de middelen die er zijn voor degene die echt in nood zijn, heel goed zijn. Het innoveren uit de crisis, daar zitten wij wat minder, want wij enabelen over het algemeen nieuwe ontwikkelingen en uiteindelijk de productie van high-tech systemen. Ja. Door prachtige productjes te maken. En wij zitten een beetje nu in die middenmoot. We zijn volop run. We verdienen gelukkig ook geld. Maar een ondernemer als wij, we zijn MKB's. We moeten doorinvesteren in pand, in mensen, in machines. En je ziet dat in de discussies, we krijgen nu wel de BIC. Maar dat is een redelijk leuke bijdrage. Maar dat is niet iets wat ons denk ik nu in het veranderende speelveld wat we nu hebben,
Nog even de moed geeft om door te pakken. Want we blijven wel een beetje op ons geld zitten. Ja. Op dit moment. Dat gaan we zo nog even over door. Ik wil eerst nu even naar Ronnie van den Oever gaan. Deze, wat ik al zei, directeur van Micronet. En jullie zitten, ja, ik sla dat maar weer even helemaal plat voor mijn eigen begrip, in de vloeistoffen. En dan met name transporteren, mixen en scheiden van vloeistoffen. Zeg ik het zo enigszins goed? En dan op de vierkante centimeter in plaats van in de groot lab. Dus wij, met onze technologie, breng je het lab echt naar de plek waar je het nodig hebt. Dus de lab on the chip technologie. Je kunt de plek en analyse doen waar je het monster ook hebt, in plaats van dat je met het monster naar het lab moet. En dat is ook wat wij met klanten doen voor DNA-analyse, bloedanalyse, dat soort zaken. Ja. Ja, is dat dan het beste voorbeeld voor het begrip? DNA-analyse, dat is waar jullie dingen voor aanleveren? Of jullie doen dat ook zelf? Of hoe? Onze klanten leveren de apparatuur voor de DNA-analyse en wij zorgen voor de wegwerpproducten die in die apparatuur gaan. Ja. Dus dat is echt, die komen in aanraking met de vloeistoffen. En hoe zijn jullie het afgelopen half jaar doorgekomen? Nou, het was een beetje wisselend. Het begin van de crisis zagen we heel duidelijk een opleving. Want alle internationale klanten hadden zoiets van, oh jee, de grenzen gaan dicht. Dus die begonnen te hamsteren. We waren heel druk geweest. Tweede helft van dit jaar was het iedereen had zijn magazijnen vol. En ook de onderzoekswereld en de life science research wereld, waar wij onze klanten weer aan leveren. Mm-hmm. Ja, dat was niet alleen één plekje in de wereld waar het minder ging. Maar dat was in één keer de hele wereld. Dus wij hebben nu wel even wat pittig. Daartegenover ook het tweede deel, zeg maar, dat is de bestaande producten, de nieuwe producten zien we juist de verandering. Dat men in één keer bewust is geworden van, ja, we hebben toch wel nieuwe innovaties en oplossingen nodig om medische zorg en ook life science research te versnellen en ook misschien goedkoper te maken. En daar zie je dus in de ontwikkeling juist eerder handen tekort voor de projecten die we doen. Ja. Michiel Sweers, wat is vanuit de overheid is natuurlijk ook specifiek aandacht geweest voor voor MKB bedrijfsleven. Hoe belangrijk is eigenlijk deze specifieke sector, die high-tech sector, voor de overheid in deze crisis? Want die spelen op heel veel plekken sowieso een belangrijke rol. Maar ik kan me voorstellen dat zeker op dit moment daar extra aandacht voor is. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Het bedrijfsleven heeft een buitengewoon zwaar en ingewikkeld half jaar achter de rug. En daar zijn we ons heel erg bewust van. Hè. Dus zeker vanuit de overheid zie je heel veel communicatie over het virus en het omlaag brengen van de besmettingen. Maar juist ook bij het ministerie van Economische Zaken kijken we heel goed naar wat er in het bedrijfsleven gebeurt. En wat er voor nodig is om het bedrijfsleven zo goed mogelijk te begeleiden in deze moeilijke fase. En wat we hebben gezien, is zeker ook in deze sector, is een enorme bereidheid om te helpen. Om te kijken hoe we deze situatie kunnen oplossen. Ik heb een enorme solidariteit gevoeld. Er zijn heel veel telefoontjes geweest en aanbiedingen om te helpen en om te ondersteunen. En we hebben daar ook heel goed gebruik kunnen maken van alle netwerken, alle publiek-private samenwerkingsverbanden die we de afgelopen jaren met elkaar gecreëerd hebben. Dus ik noem een bedrijf als Demcon, wat zich gestort heeft op het maken van beademingsapparaten. Auping, die samen met DSM zich gestort heeft op het maken van mondmaskers. Een bedrijf als Duflex, wat een productielijn voor mondmaskers heeft opgezet. Dat is allemaal heel snel gegaan. En daarbij hebben we heel goed gebruik kunnen maken van de contacten die wij als ministerie hadden met het bedrijfsleven. En ook de enorme bereidheid van het bedrijfsleven om zeg maar, alle ingewikkelde bureaucratie even te schuiven en van de schouders om te zetten met elkaar. Ja. Zou ik nog even door willen gaan op twee elementen? Want als we nu vooruit gaan kijken, je gaf eigenlijk al aan van de regelingen die er nu zijn, zijn dat de juiste regelingen? We hadden het al even kort over de BIC. Daar wordt ook, daar kunnen we het over hebben. Daarnaast wordt ook heel erg gekeken naar, als je nou verder in de toekomst kijkt, leren we nu nog iets van deze crisis op het gebied dat we misschien productieketens korter moeten maken, dat we meer ook naar Nederland terug moeten halen, dat je minder internationaal afhankelijk bent. Zijn dat een beetje de vragen waar jullie ook als topsector mee bezig zijn? Absoluut. Je wilt inderdaad, denk ik, niet alleen vanwege corona, maar ook door de geopolitieke veranderingen die er op dit moment plaatsvinden, wel heel goed kijken van welke waardeketens wil je nu in eigen hand houden. Eigen hand kan dan Nederland zijn, eigen hand kan natuurlijk ook Europa zijn. Maar daar wil je toch wat scherper naar kijken. En corona heeft natuurlijk ook wel duidelijk gemaakt in welke mate wij intussen wel afhankelijk zijn van bijvoorbeeld leveringen vanuit China. Terwijl je ook zegt van, kunnen we dat niet hier? Dus het zijn inderdaad wel degelijk de vragen waar we naar kijken. En dat zijn best wel lastige dilemma's. Maar ik denk dat we juist in onze sector een heleboel fantastisch mooie bedrijven hebben die daar een oplossing voor kunnen bieden.
Vanochtend in het Financieel Dagblad nog dat er weer een nieuw 5-jaren-plan in China net bekend is geworden. En dat richt zich ook meer echt op China zelf nu. Om toch ook meer focus op zichzelf om nog sneller te kunnen excelleren. Daar wordt ook specifiek high-tech genoemd als focus waar ze op willen gaan zitten. Maar toch ook meer, eerst zorgen dat we het zelf voor elkaar hebben. En dan daarna weer eens verder kijken. En ik denk dat wij in Nederland op een aantal gebieden echt wereldkampioen zijn. In sectoren, daar moeten we dus ook door blijven investeren. En kijken hoe we de kennis en kunde die we hebben, dus die competenties ook op gebieden kunnen inzetten. Waarmee we waardeketens weer terug in eigen beheer kunnen krijgen. In samenwerking met andere Europese landen. Ja. Speelt dat bij jullie ook, dit soort vraagstukken? Meer, ik weet niet hoe jullie productieketens zijn of wat jullie sowieso de ketens waar je mee samenwerkt, om dat korter te maken, meer in Nederland te houden? Ja, die vraag zie je zonder meer. Hè. Over het algemeen zie je dat er al heel veel ontwikkeling in Europa plaatsvindt. En dat doet ook veel beroep op ons. Aan de andere kant zijn wij natuurlijk volop bezig om ook met volledige rationalisatie bezig te zijn. Hè. Hoe kan ik automatiseren? Hoe kan ik ook artificial intelligence inzetten om betere voorspelling van mijn productiecapaciteit te krijgen? We zijn in de ketens aan het integreren met allerlei automatiseringssystemen, zodat de orderverwerking ook veel meer geautomatiseerd komt. Dat het ook steeds transparanter wordt. Je zult in de kostensfeer daar echt wat in moeten. Ik denk dat we met name ook in kwaliteit heel goed moeten zijn. Want als je nou zo'n machine ook van ASML bekijkt, dan zou je denken, wat doet een paar mu ertoe? Die paar mu doet er heel veel toe. Ja. En dat moeten wij kunnen blijven garanderen. En dat is ook de niche waar wij ook bewust in blijven zitten. Om die hoge kwaliteit, die complexiteit aan te kunnen. En daar moeten we continu op door investeren. Ja. En dat is dus wel een druk naar de toekomst. Ja. Helder, bij jullie? Nou, ik denk die complexiteit en die precisie en ook de, zeker voor health toepassingen. Je wil gewoon zeker weten dat je product goed is. Want je wilt ook als bedrijf niet op je naam hebben dat er iets misgaat. Ik denk dus die kwaliteit is heel erg belangrijk. En dan heb je dus ook kwaliteit in je supply chain en je keten nodig. En ik denk dat, wat ik ook zie in het nanotechnologie-ecosysteem, heeft zich gewoon echt wel bewezen. Ook de bedrijven die net als voorbeeld langskwamen, die hebben heel snel kunnen reageren, omdat ze in een heel sterk ecosysteem zitten. En dus ook die kwaliteit hebben kunnen leveren die toch op korte termijn nodig was. En ik denk dat daaruit, dat is dan het Vier Alert initiatief wat je net aanstipte, ook heel duidelijk is geworden dat er heel veel innovatiekracht en heel veel ideeën zijn, waar vooral mensen klaar zitten om in de executie te gaan. Maar de problemen zijn zo groot en de uitdagingen zijn zo groot dat we dat met elkaar moeten doen. Dus dat daar ook de middelen voor moeten zijn, dat we substantiële dingen kunnen doen, of dat nou een groeifonds is of andere middelen. Dat moeten we samen doen. En daar kunnen we echt het verschil maken als Nederland, denk ik. Misschien wel goed om daar iets meer over te vertellen, het Vier Alert initiatief. Daar werd net van Michiel Sveers gezegd. Prachtige initiatieven die uit bedrijfsleven en uit het veld komen. Daar is dit er één van. Wat is het initiatief precies? Ja, zet een ondernemer op zijn zolderkamer en dan begint hij te broeien. Dus dat is wat er in de eerste crisis is gebeurd. Ze zijn rond gaan bellen, jongens, wat kunnen we doen? Er was ook op een gegeven moment duidelijk, jongens, we moeten met z'n allen wat doen, samen uit corona. Daaruit hebben we dus koppen bij elkaar gestoken. Wat kunnen we doen? En we hebben eigenlijk geïnventariseerd als sector, als ecosysteem. Wat voor ideeën leveren er vanuit de nanotechnologie richting life science en health toepassingen. Om te kijken, wat kunnen we daar nou betekenen? Nou, daar zijn ideeën uitgekomen om met 1 vaccinatie misschien wel 4 doseringen te kunnen doen. Omdat er een nieuwe medicijntoediening komt. Een andere club kon mogelijk het onderzoek naar medicijnen versnellen. En wij zelf met nog 4 andere initiatieven zijn bezig met kijken naar hoe kunnen we het testen verbeteren en ook versnellen. Nou, dat zijn allemaal initiatieven die binnen Vier Alert verzameld zijn. Samen met universiteiten, ondernemers. En dat hele plan hebben we nu opgenomen in in de nanotechnologie sectorplannen, want er zaten zoveel goede ideeën tussen dat het gewoon een paragraaf is geworden, of een hoofdstuk eigenlijk. Dus ook dat weer een voorbeeld van bedrijfsleven en wetenschappen bij elkaar. Mark, jij wilde er iets misschien voor de mensen die niet helemaal thuis in de nanotechnologie, kun je misschien een paar korte woorden aangeven wat het nou is. Maar en daarnaast, hoe goed zijn we nou als Nederland op dit vakgebied? Nou, we zijn wereldtop, denk ik. Dat is gewoon heel simpel. Als je kijkt wat we op de infrastructuren die we hebben in Nederland op het gebied van nanotechnologie en richting high-tech zijn gewoon super. Wij krijgen ook van onze internationale klanten de complimenten wat hier allemaal wel niet is. En 1 ding wordt ook herkend, ik denk dat die kracht kwam net ook ergens anders terug, is dat wij zijn gewoon goed in samenwerken. En ik denk dat dat nodig is om complexe problemen aan te pakken.
En ik denk dat dat ook in de cultuur van het Nederlandse zit, waardoor we echt wel verschil kunnen maken als we de juiste middelen tot onze beschikking hebben. Ja, dus ook weer die samenwerking tussen bedrijfsleven, wetenschap, overheid, daar zijn we goed in. Dan nog even inderdaad die definitie van nanotechnologie voor die paar kijkers die denken, ik vind het een prachtig woord, maar als ik vanavond aan tafel moet uitleggen waar wij wereldtop in zijn, waar zijn we dan wereldtop in? Ik denk, de meesten zullen hem niet thuis hebben staan, maar om nanotechnologie echt goed te kunnen zien, heb je toch gewoon een microscoop nodig. Dus het vindt zich plaats op de schaal van je kleinste aderen en de buizen die wij maken, het leidingnetwerk als Micronet. Dan moet je denken aan 50 micrometer en dat is zo groot als je haarvat. Dus om dat te kunnen zien zul je toch echt even een microscoop nodig hebben. Dus wij kunnen op de schaal waar de biologie het ook doet, de processen beheersen met nanotechnologie. Ik denk dat Oké. Dat begint bij mij enigszins te leven. Nu nog één opmerking of één oproep richting de overheid. Als jullie dat zouden namens MKB zouden moeten doen, los van alle steun die er al is. In ieder geval aan die big regeling, dat is misschien niet hetgeen waar we het meest op zitten te wachten. Wat zou nog sectorbreed het beste zijn wat de overheid nog een extra steun zou kunnen geven, of het extra duwtje wat ze zouden kunnen geven om ons en hier doorheen te helpen en te zorgen dat we succesvol blijven? Nou, ik zou zeggen van blijf heel goed in gesprek met dat MKB wat niet aan de ene kant in de nauw of in de innovatiekant zit, maar wat nu de lopende flow is. Daar komen de behoeftes wel los om wat meer steuntje in de rug te krijgen, om niet te verkrampen naar de toekomst toe. Hè? Want het is allemaal onzeker. Als wij onder flow blijven, als dan die economische sprint weer komt, dan zijn die bedrijven die nu onder run zijn, denk ik verschrikkelijk belangrijk om snel aan te haken, die ketens weer op gang te brengen, de werkgelegenheid ook vast te houden. En daarmee houden we ook de maakindustrie in Nederland. Hè? Want het zou toch zonde zijn dat door zo'n crisis als deze dat middenveld wordt weggeslagen in de keten. En dat zou dramatisch zijn. En ik hoop dat we daarover ook met de overheid goed in gesprek kunnen blijven. Ja. Nu kunnen MKB-bedrijven binnen de sector ook met jullie als topteam contact opnemen. Dus je hebt binnen Holland Hightech is ook, je hebt Arno van Maurik, die is echt de portefeuillehouder op dit gebied, MKB. Kan je een voorbeeld geven waar jullie MKB-bedrijven mee verder kunnen helpen? Nou ja, we hebben sowieso een regeling, de zogenaamde MIT-regeling, waarin je dus met name die verbinding tussen MKB-bedrijven kunt realiseren. Want het van elkaar leren en elkaar gebruik maken, dat is denk ik een belangrijke stap die we kunnen bieden. Daarnaast hebben we natuurlijk een internationaliseringsprogramma, waar bijvoorbeeld ook Manners heel erg actief altijd in is, om te kijken hoe wij dus de Nederlandse MKB-bedrijven als totaal Nederland kunnen promoten in het buitenland en daar dus extra business vandaan kunnen halen. En een heel belangrijke stap waar we mee bezig zijn, daar zijn we al heel lang mee bezig en ik hoop dat we daar nu echt ook resultaat gaan krijgen, is, kijk, in onze sector ontstaat er nieuwe bedrijvigheid, omdat die maatschappelijke uitdaging ook vaak juist door nieuwe bedrijven die uit universiteiten komen of andere situaties opgepakt worden. En die bedrijven in onze sector hebben gewoon veel geld nodig om echt te kunnen groeien, om echt een scale-up te worden, zoals het dan heet. En de financiering daarvan is heel moeilijk, omdat het een lange horizon heeft, over veel geld gaat. En je ziet dat banken onvoldoende kennis hebben van de materie. Want als je aan banken zegt van nanotechnologie, dan zullen ze ook zeggen, oh, wat is dat eigenlijk? En wij hebben moeilijk toegang tot dat kapitaal. En we zijn al een tijd met de overheid bezig om te kijken of wij vanuit de overheid in ieder geval fondsen ter beschikking kunnen stellen die in combinatie met private fondsen gaan zorgen voor die financiering van die scale-up, zodat er nieuwe bedrijvigheid kan groeien tot een omvang die dan ook op het wereldtoneel een deuk in een pakje boter kan slaan. Zeg maar. Dan kunnen ze eerst, was er altijd heel veel aandacht voor die start-ups. Dus mensen met een goed idee kijken of het werkt. En bij de scale-ups hebben we het eigenlijk over bedrijven die gewoon bewezen hebben, dit is succesvol, maar nu moeten we doorstarten. En dat kost in onze high-tech branche altijd veel geld. Ja. En je moet ook een lange horizon qua tijd hebben. Ja. Dus die bedrijven die in die fase zitten en zeggen, joh, ik heb daar steun bij nodig, ik heb daar hulp bij nodig, precies, kunnen bij jullie aankloppen en dan kunnen jullie ze de weg wijzen. En daarnaast zijn we als topsector ook echt bezig in relatie met de overheid om te kijken of we hier samen met de overheid dus ook echt fondsen ter beschikking kunnen stellen. Ja. Ook in relatie met het InvestNL, dat nu eindelijk toch ook in de lucht is, met de Europese investeringsfondsen. Ja. Om te kijken hoe wij echt grote, zoals dat heet, tickets ter beschikking kunnen stellen voor scale-ups, om echt te zorgen dat die bedrijvigheid daarna ook in Nederland blijft. Want het is natuurlijk zonde dat we allemaal technologie ontwikkelen, start-ups hebben, en dat dan een buitenlandse partij hier komt van bijvoorbeeld China, die zegt van dat is mooi, ik koop u.
En dat willen we toch liever in eigen hand houden. Ja, nou, ik zie hier aan tafel mensen glunderen en instemmend knikken. Absoluut. Dat dit belangrijk is. Maar ik weet niet of ik daar nog wat aan mag toevoegen. Ik heb zelf ook gemerkt in deze crisis dat ik heb nog nooit zoveel brieven uit het buitenland gehad als ondernemer. Om te kijken, hey, kunnen we niet helpen met investeren? En ik vind het toch wel erg stil vanuit de omgeving. En ik denk dat daar ons risico zit nu als maatschappij. Dat we de bedrijven die het moeilijk hebben en toch kapitaal nodig hebben, dat we die echt wel moeten ondersteunen om op te schalen. En om te zorgen dat ook de volgende generatie nog kan profiteren van alle geweldige kennis die er in de high-tech en de oplossingen voor de maatschappelijke issues die er zijn. Maar hoor ik je nou zeggen dat je wel vanuit het buitenland benaderd wordt van kunnen we helpen? Ja, dan vanuit commerciële partijen die misschien niet het lange termijn belang van mijn dochters helemaal voor ogen hebben. En ik denk dat ik het bedrijf waar ik zelf voor sta ook graag zo wil achterlaten dat ik dat ook aan mijn dochters durf uit te leggen. Dus, nou, dat lijkt me prachtig om daar nou eens mee te eindigen met Michiel Sweers. Want dit is toch het allerlaatste wat wij als de, nou, laten we het dan toch maar weer even de BV Nederland noemen, zouden willen. Dat is dat dit soort prachtbedrijven vanuit het buitenland wel financiering kunnen krijgen, maar daardoor wel hun missie verliezen en wellicht ook een beetje een stuk Holland verliezen. Dat zou toch ook een oproep richting de overheid zijn, lijkt mij. Ja, en die oproep die wordt ook zeker gehoord. Het zou bijna klinken als een opzetje, maar ook hier wordt vandaag over in de ministerraad gesproken, zowel over een visie op de Nederlandse maakindustrie als op wat kunnen we nou nog doen voor die scale-ups. En ik denk als iets als we iets geleerd hebben van de afgelopen half jaar, iets wat we eigenlijk al lang wisten, maar wat nogmaals bevestigd is, het hebben van een stevige industriebasis in Nederland doet ertoe. En dat moeten we koesteren en behouden. En ik denk als je kijkt naar de rode draad van wat onze visie daarop nu is, is dat Europa is de schaal waarop we het moeten doen met elkaar in die internationale concurrentie. De overheid heeft daarbij een rol te spelen. Zowel in offensieve zin, in die zin dat we met z'n allen samen via bijvoorbeeld het Groeifonds zullen moeten investeren in het verdienvermogen van de Nederlandse industrie. Maar ook in defensieve zin, dat wij moeten koesteren wat we hebben en ook instrumenten moeten hebben om dat te behouden. En het gebrek aan kapitaal voor scale-ups, waar de topsector HTSM al de afgelopen jaar eigenlijk consequent aandacht voor heeft gevraagd, is een belangrijk knelpunt en ook een herkend knelpunt. En daar gaan we ook echt iets mee doen. Ik kan in ieder geval zeggen dat de overheid daarvoor 250 miljoen heeft gereserveerd om een dergelijk fonds juist voor dit soort bedrijven met langere looptijden, grotere tickets beschikbaar te stellen. Daar werken we ook samen met InvestNL. Ook dat ligt vandaag voor in de ministerraad. Dus ik vermoed dat in de brief waar ik het eerder over had, over die onderzoeks- en innovatie-ecosystemen, ook echt een aantal passages komen te staan over wat we hiermee willen gaan doen. Dus dit wordt absoluut gehoord en opgepakt. Kijk, en u zei al, die ministerraad is nu bezig. Dan geven wij u nu de ruimte om nog even via de minister nog extra te benadrukken in de ministerraad hoe belangrijk dit is. Dank in ieder geval voor uw aanwezigheid tot zover. En dank ook aan de beide heren hier aan tafel, Mannes Westhuis en Ronnie van het Oever, voor jullie aanwezigheid en jullie verhaal. En wij gaan nu door naar het derde blokje, waarin we het gaan hebben over het missiegedreven topsectorenbedrijf beleid. Maar dat doen we natuurlijk eerst met een muziekje en een tune.